Elanda Hooy is terug. Voor het voetballer van het jaarklassement kreeg in de 27e speelronde AZ-spits Mounir Elanda Hooy het hoogste cijfer. Hij maakte 3 doelpunten tegen RKC en kreeg een 8. Maar is hij een serieuze bedreiging voor de nummer 1, Luis Suárez, in de strijd om de gouden schoen? De top 10 begint met nummer 9 van der Wiel met 151,5 punt. Ook op 9 staat Bosker met hetzelfde aantal punten. Vertonghen staat op 8 met 152 punten en op 6 staat Isaacson met 153 punten, net als Douglas die ook op 6 staat. Op 4 staat De Ziel met 155 punten, ook op 4 Affalay die net zoveel punten heeft en op 3 staat Mertens met 156 punten. Op 2 Krankvist met 157 punten en op 1 staat net als vorige week Luis Suárez met 164 punten. In het elftal van de week staat Stekelenburg op doel. Centraal in de verdediging staan Vlaar en Sanko. Jan Maat staat op rechts en Blind op links. Rechtshalf is Kwanza, linkshalf is Vujinovic en mid-mid staat Wernbloem. Rechtsvoor is Lens, linksvoor is Emanuelsson en in de spits staat Elanda Hooy. Mounir Elanda Hooy staat dus nog niet in de top 10. Maar misschien stoomt hij nog op in de strijd om de gouden schoen die in augustus wordt uitgereikt aan de voetballer van het jaar.